traag uit om naar de tribune te gaan, om daar een dynamische presentatie van onze producten mee te maken. En ik wens u allemaal een hele fijne dag. Dank u wel. Oké, hoi. Met onze T8, dat is onze ene grootste trekkerserie die wij in ons gamma hebben. De T9, die kennen jullie wellicht ook nog, volgen de T9000, dat is de kniktrekker die wij in ons gamma hebben. Daar hebben we de laatste jaren ook enkele units van verkocht. Goed, de T8, zoals hier staat, hebben we hem 3 jaar geleden geïntroduceerd. Wij zijn een CVT-lab. Wij verkopen verhoudingsgewijs de meeste CVT's binnen die Holland. Als welk land dan ook. En zeker als wij boven de 200 pk gaan kijken. 3 jaar geleden hebben we hem gekregen in een ultracommand-transmissie. 18x4 of 19x4, afhankelijk van of we die extra bestellingen willen hebben om een lage motortoerental te rijden. Maar we zijn er ook zo trots op dat we nu dit najaar eindelijk die lang gewenste CVT-transmissie ook in deze trekker hebben zitten. T8000 hebben we jaren gevoerd in ons gamma. Dat was een Amerikaanse trekker die daar gebouwd werd. Waarvan wij dachten, die halen we lekker naar Nederland en daar kunnen wij ook nog dingetjes mee doen. Alleen de werkzaamheden die wij hiermee willen doen, zijn totaal anders dan in Amerika. Amerika zitten ze in het veld en ze komen er praktisch niet meer uit. En wij zitten in Nederland gewoon vreselijk veel op transport. Vandaar die CVT-transmissie, zodat wij aan 550 motortoeren 50 km per uur kunnen rijden met deze trekker. Goed, in Amerika verkochten we hem veel met de Supersteer vooraf, zoals we ook op de T4 zagen. Supersteer is leuk, je hebt een ideale wendbaarheid. Wij zouden dat in Nederland ook nog willen, alleen een Supersteer vooraf kun je niet laten veren. We hebben geprobeerd een Europese trekker van deze T8 te maken. De trekker is zeker niet de langste in dit segment, maar heeft wel de langste wielbasis in dit segment. En dat geeft weer een ideale stabiliteit. Daarnaast willen we natuurlijk wel de wendbaarheid behouden. Vandaar dat wij een soort met westpartijen hebben weten te creëren deze trekker. De radiator staat precies voor op de vooras gemonteerd. En daarbij kunnen wij de wielen 55 graden laten uitzwenken. Om toch de kortste draaicirkel in dit segment te hebben. Goed, fronthef nu ook mogelijk, af fabriek. En op onze 8000, omdat het toch vrij laag naar voren kwam, is het niet mogelijk om een achterkast te bouwen. Deze trekker kunnen wij achteraf of af fabriek ook een achterkast gaan krijgen. Goed, het vermogen. Op dit moment stopt het bij 420 pk, maar ik durf jullie al te vertellen dat binnen niet al te lange tijd dat we daar nog weer een model aan gaan toevoegen en zelfs richting de 440 pk gaan in dit T8 segment. De bediening is geheel gelijk aan een T7, longwheelbase, standaardwheelbase of T6. Allemaal dezelfde manier van bediening. Dus heb je meerdere trekkers van dit gamma, dan kun je heel makkelijk van de ene trekker naar de andere trekker stappen. Hefvermogen gaat tot 11 ton. En als we kijken naar de olie, dan kunnen we maximaal 8 ventielen monteren op deze trekker. En we hebben maar liefst 275 liter olie beschikbaar. Dus dat moet genoeg zijn.